volgende gast in deze aflevering van Tiel aan tafel, dat is Anis Latouheru. Anis, van harte welkom. Je bent van Molukse afkomst en je maakt je zorgen om je originele vaderland. Ja, klopt. Waarom? Nou, afgelopen zaterdag zat ik Facebook te kijken en ik zie in één keer beelden voorbij komen van een overstroming. In de eerste instantie dacht ik eerst van, oh, dat zijn beelden van een paar maanden geleden of van een jaar geleden of langer. Maar het bleek dus gewoon van diezelfde dag. Nou, de straten van Ambonstad, dat was gewoon een rivier geworden. Even voor beleven, voor mensen die dat niet weten. Ambon, hoe groot is dat? Hoeveel mensen wonen daar ongeveer? Nou, Ambonstad zelf is niet zo groot, ja, schat ik. Het eilandje, ik denk nog 1 miljoen. Nou goed, maar het zijn aardig wat mensen natuurlijk. Als die onder water het is best wel dicht met hun voeten. Jij maakt je zorgen. Ja. Concreet iets opstarten, dat is nog te vroeg. Maar mensen moeten daar geholpen worden. Het kan niet zo zijn dat we de mensen in Nederland die hier zijn, die mensen daar in de steek laten, gezien ook het verleden. Ja, klopt. Ja, dat vind ik ook. Ja. En het is onze familie. Hè. Molukkers zijn gewoon één grote familie. En als je weet dat vorig jaar, het is precies een jaar geleden, dat de eerste aardbeving op Ambon was. En wel geteld tot nu toe meer dan 2000 bevingen zijn geweest. Ja. En vorige week is nog een aardbeving geweest daar, op een schaal van 5,4 van Richter. Dat is best wel pittig. Ja, en dan hoor je niks van hier in Nederland. Nee, dat is op zich toch gek. Ja, nou, en dan komt nog eens een keer een overstroming van zaterdagmiddag, geloof ik. En de volgende dag op zondag was het alweer weg, het water. Alleen, ja goed, je hebt gelijk schade. Ja, economische schade is natuurlijk. En mensen hebben er al niet zoveel. Ja, ze hebben al niet zoveel. En het is toevallig een markt, waar dus Mardika heet dat, de markt. En dat zit vlak aan het water. Dus het water gaat omhoog. Dus alles wat aan marktspullen is, marktkooplui, die zijn alles kwijt natuurlijk. Ja. Ja, verschrikkelijk. En coronaprikkelen daar, hoe staat het ervoor op Ambon? Slecht. Het is heel slecht met de corona gesteld. Ja, dat betekent veel besmettingen. Heel veel besmettingen. Het zijn hele slechte medische voorzieningen. En van mijn laatste informatie, wat ik heb gehoord op Ambon, is dat er heel veel armoede is. Er is heel veel werkeloosheid. De mensen leven eigenlijk van de toeristen. En de toeristen zijn eigenlijk de Molukkers in Nederland. Ja, en die komen niet. En die komen niet, nee. Kijk, goed, je zorgen maken, dat is één. Ja. Heb je al nagedacht van hoe je die mensen nog meer kunt helpen dan alleen aandacht daarvoor vragen? Ja, financiële hulp, maar op wat voor manier moet je dat gaan doen? Ja, ik heb wel een contactpersoon die wel een rekening waar je het daarop kan storten. Mm-hmm. Maar gek, van die paar duizend Molukkers hier in Nederland, als je elke keer een actie gaat beginnen, dan kun je niet opteren. Dat kan niet. Maar ik kan me voorstellen, als mensen kijken naar dit programma, en dat gebeurt, dat mensen begaan zijn met het lot van Ambon, van de Molukkers. En wellicht dat er wel een soort van denktank kan komen om ze koppen bij elkaar te steken en te zeggen van, nou, misschien kunnen we dit gaan doen. Kunnen ze jou dan bellen? Ja, tuurlijk, dat kan. Dan kunnen we misschien een werkgroep beginnen ervoor. Want vorig jaar hebben we het ook gedaan hier. Vanwege die eerste bevingen. En dan hadden we dus ook toen nog, weten nog wel, in de tent in Opheusden. Ja, klopt. Daar heb ik nog een toespraak gehouden. En ik vind zelf wel dat het gewoon, als je nu weer een actie gaat beginnen, dat mensen niet gaan zeggen, het is zo kort achter elkaar, weet je wel. Dat kun je aan de ene kant zeggen, maar aan de andere kant, het is wel nodig. Ja, het is en net wat nodig. Jij zegt, het is familie. Ja, het is familie, maar het pakt me gewoon heel erg. Ja, nee, maar dat is logisch, begrijp ik. Zelfs ik, als autochtone Nederlander, heb dat ook. Mensen kunnen jou bellen. Telefoonnummer, vertel. Het liefst 06-nummer. Mm-hmm. Ja, dat is 06-160-87-632. Ja, herhaal hem nog een keer. 06-160-87-632. En mensen kunnen ook een mail sturen naar ons bijvoorbeeld. Zorgen wij er wel weer voor dat het bij jou terechtkomt. Ja. info@regiotvtiel.nl.
Dat is info@regiotvtiel.nl. Anis, eventjes nog iets positiefs, want jij bent heel erg van het koken, hè? Ja. Daar ben je eigenlijk wel een ster in. Ja. Mensen kunnen jou hier in de regio overal vinden met kruiden, dingen. Van waar die fascinatie van dat eten? Altijd al gehad. Van kinds af aan? Van kinds af aan, altijd in de keuken. Ik wilde naar een kokschool, maar dat kon niet en dat mocht niet. Omdat bij ons de cultuur was, een vrouw hoort in de keuken. Ah. Maar, als je ziet, de meeste keukens staan gewoon mannen. Ja, dus een eigenwijze Molukker die zei van, nou, dat zal allemaal zo zijn, maar uiteindelijk gaan we het mooi doen. Ja. Maar de basis heb je geleerd van je moeder, dat kan niet anders. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. En vervolgens ben je dat zelf gaan ontwikkelen. En zelf gaan ontwikkelen en dan op eigen manieren en meer op techniek gaan koken. Ja, wat bedoel je daarmee op techniek? Op techniek dat je dus bijvoorbeeld in een hele korte tijd, dat je heel veel kunt maken. Ja, precies. Dat is ook de truc. Ja, en dan timen. Timing is heel belangrijk, hè? Met koken. Ja, klopt. Dat is nummer één. Ik heb er helemaal geen verstand van, maar ik kook ook graag. Ja. En dan gooi ik van alles bij elkaar. En dan wordt het uiteindelijk wel lekker. Je moet heb je te veel of het duurt er, je hebt iets te snel het een en ander aangezet. Ja, dan gaat de smaak verloren. Ja, dat klopt. Daarom moet je ook met kruiden kunnen combineren. Ja. En dat is het. Nou, even één tipje. Want net in het voorgesprek had je een hele goede tip. En dat was koriander met... Koriander en komijn. Koriander en komijn. Ja, komijn gewoon... is een moeilijk stofje eigenlijk. Ja, koriander en komijn, waarvan koriander neem je dus altijd als 100%. Mm-hmm. En komijnzaad is 20%. Dus deel 1 op 5. Ja, dat is gewoon 1 op 5. En als je dat bij elkaar doet, dan? Dan heb je een hele goede smaak, want dan is de ene niet overheersend dan de andere. Precies. Want komijn is heel erg overheersend. Ja, klopt. Nou, ja, dus, hier kunnen we alweer een heel programma van gaan maken. Lijkt me trouwens ook wel een keer een leuke idee. Geef wel een keertje kooplesje. Ja, is goed. Hey, een verontrustige Molukker. Dat hebben we gehoord. Hopelijk krijgen we hier aandacht voor door dit gesprek. Mag ik je danken? Ja, graag gedaan.